en welkom bij een nieuwe videoles van Verbet. En deze keer kijken we naar het stukje presenteren en vooral wat moet je doen als er iets fout gaat in je presentatie. Een van de meest voorkomende is bijvoorbeeld, je bereidt iets voor, je hebt een geweldig mooie PowerPoint. En op het moment dat je je PowerPoint start, dan doet hij het niet. Daar zit eigenlijk een beetje de flauwe bij. Als je dat soort dingen doet, zorg ervoor dat je het eerst hebt getest voordat je begint. Dus zet het maar gewoon heel eventjes op het bord. En laat iedereen maar even denken van, oh, ik heb nu al de helft van de video's gezien. Van de afbeeldingen gezien. Is dat erg? Nee. Maar dan weet je in ieder geval zeker dat het werkt. Als je daarentegen aan je presentatie begint, dan je USB-stick in de computer inplugt en dan aan de slag gaat, dan gaat het vaak veel meer fout en dan sta je voor nul en dan kun je ook heel weinig meer. Dus voor alle technische dingen, bereid het voor en zorg dat het af is. Het tweede wat echter kan gebeuren is, zodra je eenmaal bezig bent met je verhaal, dan raak je halverwege ineens je tekst kwijt. En dan denk je ineens van, waar ging het ook alweer over? En als je dat hebt, als je gewoon helemaal niet meer weet waar het over ging, dan is letterlijk één van de opties die je hebt, is gewoon zeggen van, ik ben heel even kwijt waar ik was in de presentatie. Eén momentje. Je pakt je voorbereide boeken bij. Je kijkt even van, oh ja, nu weet ik het weer. Goed, mensen. Sorry, ik was even wat zenuwachtig. Je kunt je telefoon gebruiken als meetinstrument. Welk van de volgende grootheden kun je dus ook gebruiken met je telefoon? Of kun je meten met je telefoon? En als je gewoon heel even vraagt aan mensen van, mag ik eventjes een secondetje om eventjes dit weer te zien wat ik aan het doen was, dan, nou ja, kijk, ze kunnen wel zeggen van nee, dat mag niet, maar dan sta je elkaar 2-3 minuten lang aan te kijken, terwijl je toch niks kunt. Dus dan maar beter even die 5 seconden pakken om weer op orde te komen en te weten wat je aan het doen bent. Het kan natuurlijk ook zijn dat je niet je tekst kwijtmaakt of kwijtraakt, maar dat je er een fout in hebt zitten. En dat je denkt van, ik ben nu dit en dit aan het vertellen en ik zeg nu een volledig verkeerd woord. Dan is het meestal het netst om toch eventjes te zeggen, sorry, ik zei dit verkeerd. Bijvoorbeeld, ik pak hier nu gewoon een stuk tekst uit het boekje even erbij. Hiernaast staat een grafiek gekleid. Hiernaast staat een grafiek getekend. Sorry, mijn fout. Horizontaal staat het aantal uren dat een student gestudeerd heeft en een bepaald vak. Nee, wacht. Horizontaal staat het aantal uren dat een student gestudeerd heeft aan een bepaald vak. Kijk, je kunt het natuurlijk niet te vaak doen. Ik maakte nu 2 fouten direct achter elkaar. Dan wordt het vervelend. Maar als je er maar 1 achter elkaar doet, ja, dat mag kunnen, moet kunnen. Ja. Verder, als je fouten maakt, als je daarbij gaat stressen en denkt, oeh, dit gaat helemaal fout, wat moet ik hier nu nog mee? Laat het vooral niet merken. Je publiek weet namelijk niet wat jij aan het vertellen was. Als jij een hele pagina overslaat, ja, dan heb je een hele pagina overgeslagen. Gewoon doorgaan. Ja, als het niet belangrijk was, nou, dan vraag je ook af waarom je je presentatie zat. Maar negeer het even. Heb je nu ergens gigantische slappe lach en denk je echt van, nou, dit was echt een heel mooie grap en ik vond mijn eigen grap te mooi en ik kan mezelf niet inhouden? Wacht dan ook weer even 10 seconden. Gewoon zo van, oké. Sorry mensen. Even.
Oké. Okay. Mijn excuses. Ik moest even heel erg hard lachen. Blijkbaar vond ik het zelf een heel leuke grap. En ik heb ook geen idee waarom de verschillende kleuren van licht grappig is. Maar we gaan gewoon lekker verder. Oké, okay, dus hou er rekening mee als je fouten maakt. Werk ze weg. Neem even pauze. Los ze desnoods even op. Maar laat niet aan je publiek merken dat je als een kip zonder kop alle kanten op aan het stressen bent. Want dan weet je zeker dat je geen goede presentatie meer overhoudt. Ik hoop dat je ook hier weer een aantal tips uit hebt kunnen halen. Wederom bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.